Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekt wat bewolking over Nederland, met name over het midden en zuiden. In de loop van de middag zagen we de bewolking wat breken en kregen we op meer plaatsen de zon te zien. Maar tegelijkertijd zien we van het westen uit een nieuw gebied met bewolking naderen. Die wolken die trekken langzaam oostwaarts en dat betekent dat in de loop van de avond de bewolking gaat toenemen. En dan volgt er vanzelf ook wel weer wat regen in de loop van de nacht. Die neerslag trekt met name in de nacht over. In de vroege ochtend trekt de laatste neerslag langzaam over het zuidoosten weg en daarna breekt de zon door, vooral in het noorden en westen van het land. Hoge drukgebied volgt op de woensdag met daarna toch weer een zwakke storing die nadert. Opnadering zien we hem ook geleidelijk aan oplossen. En het lijkt erop dat in de nacht naar donderdag vooral bewolking een rol gaat spelen. Misschien net als donderdag overdag. Maar zover is het nog lang niet. We hebben eerst een avond te gaan. En in die avond zien we van tijd tot tijd opklaringen. Ook wat wolkenvelden. Het is droog en de temperatuur ligt rond een graad of 9. Komende nacht gaat het van het westen uit regenen. Koud is het allerminst, minimumtemperatuur 7 of 8 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten en aan het eind van de nacht begint de wind te draaien naar het noordwesten tot noorden. En dan begint het ook voorzichtig weer wat op te klaren in het noordwesten van het land. Morgen in het zuidoosten eerst nog bewolking en nog wat lichte regen. De regen trekt vrij snel weg. Wolken kunnen wat langer hardnekkig blijven in de loop van de dag. Als gezegd vooral in het noorden en ook in het westen wat opklaringen. Met zonneschijn 10 tot 12 graden. Matige wind uit de noordwestelijke richting. Dan woensdag. Meer ruimte voor de zon, vooral in het noordoosten. Prima weer. Later op de dag in het westen misschien wat meer bewolking, net als in het zuiden. Temperaturen liggen rond de graad of 10. Wind is zuidoostelijk geworden. En Die zuiden... Uit oostelijk tot oostelijke richting hebben we ook donderdag en vrijdag. Met donderdag vooral in de ochtend duidelijk meer bewolking. In de loop van de dag in het zuiden het meeste zonneschijn. Vrijdag kleine kans op een bui, maar dan vooral laat op de dag. Op de grootte van de dag is het nog droog met zon. Vrijdag wel wat lagere temperaturen dan een graad of 9. En die temperaturen zien we in het weekende ook wat lager uitpakken. 6 tot 9 graden is het dan. En de dagen daarna zien we het kwik weer oplopen en komt de 10 graden weer duidelijker in zicht. We blijven te maken hebben met een stevige zaagtand. En dat wil zeggen dat er vaak veel opklaringen zijn, zo heb je overdag wat hogere temperaturen en in de nacht wat lagere. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.